Kijk, ik hou eigenlijk van van cultuur, zeg ik altijd. Mooi. Hoe lang wordt er hier al een paasvuur gehouden op deze plek? Meer dan 30 jaar. Voorzichtig, voorzichtig! Jij stak me maar niet op het haak, maar het hoofd met het vuur. Waarom? Ja, kom maar! Oh, sorry, dat is niet. Omdat wij gelukkig zijn. Ja, man. Ja, gelukkig. Ja, goed. Ja, goed. De kinderen op school met de juffrouw, die werden dan uitgenodigd. Die kregen dus een glaasje oranje en appel en zo. We zijn heel klein begonnen. Nou, en later is dat met de vriendenclub tot wat groter is uitgegroeid. Zo. Even wachten, pas op. 5 jaar geleden heb ik voor het eerst de balken aangestoken en dat was toen ook bij de pastoor. Die pastoor is naar Arnhem en later naar Utrecht gegaan en 5 jaar later daar ben we weer. Ik wens jullie allemaal heel zalig Pasen en met een nieuw balk hier bij de Graaf is weer prachtig traditie hersteld. Evander IJsing, het grootste talent met de piano, die gaat samen met de pastoor hier en met mij de balken aansteken. En dit is, ja, pastoor, dit is het nieuwe licht, hè? De goedheid van Christus laat zich niet doden. Daarvoor gaan we de paasvuur aansteken. Christus is waarlijk opgestaan. Halleluja. 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 Nog geen trap op. Ja. Kom maar even onder. Goed eronder. Stop onder mij. Rooie gisteren. Ja, stop. Steek hem erbij. Steek hem erbij. Heet hoor. Is het mooi dat dus de jongeren zelf ook interessant vinden om dus die oude traditie in stand te houden. Alleen, ja, ik heb natuurlijk me er nog wel op zijlijks mee bemoeid. Maar normaal, dan werd er ook bij de opening het Twents volkslied gespeeld en gezongen. En we hebben wel een installatie, maar die wordt niet gebruikt. Dus dat is mijn ergernis. Okay. En daar word ik bij later. Thank you.